Hey, hallo. Ik kom snel even online omdat ik voel dat de energieën van de collectieve energieën zeg maar, momenteel weer aan het opbouwen zijn. En in het verleden merkte ik dat ik een aantal essentieverschijnselen een aantal dagen op voorhand ervaarde dan de rest van het collectief of van de rest in mijn omgeving of van mijn klanten. En daarom dat ik eigenlijk nu via deze video jullie wil meegeven wat ik de afgelopen dagen en week heb ervaren. Het is zo dat de laatste tijd vooral de resten van de collectieve templates met betrekking tot de goddelijke vrouwelijke en ook de goddelijke mannelijke energie wordt uitgezuiverd. Maar omdat ik zelf voornamelijk de goddelijke vrouwelijke energie in meedraag, kan ik vooral daarover spreken. En dat betekent dat als jij ook meer goddelijke vrouwelijke energie in jou draagt, dan kan het zijn dat jij, als je een vrouw bent, bijvoorbeeld ook meer last hebt van menstruatiepijnen. Het kan zijn dat je onregelmatiger bent dan anders, als je anders altijd een vaste cyclus hebt, dat die niet plots gaan veranderen. Het kan zijn dat je tussendoor kleine bloedingen hebt. Wat kan je nog ervan? Dat zijn pijnlijke borsten. Maar ook bijvoorbeeld pijn bij het samentrekken van je baarmoeder, wat dat eigenlijk aanvoelt als een soort van wee. En in een geval dat je nog geen ervaring hebt met echt ween, dat is eigenlijk een soort van knagende pijn echt in je buikstreek. En dat kan ook doorstralen naar je rug en vooral naar de onderkant van je rug. Wat kan je ook hebben? Dat is vermoeidheid, hoofdpijn en specifiek dan eigenlijk ook meer druk hier uit de hoogte van je derde oog of de hoogte van je oren. Wat kan wezen op het verhogen van je energie. En daarmee eigenlijk dus het verder openen van je oorchakras. En natuurlijk je derde oog. En dus je helderziendheid, je helderwetendheid, helderhorendheid of helderwetendheid wordt eigenlijk alsmaar gevoeliger en gevoeliger. En dus heeft je fysieke lichaam de tijd nodig om dat ook allemaal te integreren en zich daaraan aan te passen. Misselijkheid is ook iets wat ik zelf... Ik ga niet zeggen elke dag nog heel regelmatig mee te maken heb. En ik heb gevraagd aan mijn gidsen van op welke manier van waar dat komt en hoe hij dat kan gaan aanpakken. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat je gronding niet meer aangepast is aan je hogere energie. Dus vraag regelmatig aan je gidsen om je gronding aan te passen naar optimaal. Waarom optimaal? Omdat je dan zeker bent dat je grondingscode aangepast zijn aan het niveau dat je op dat moment nodig hebt. Je kan zelf visualiseren dat er energetische koorden groeien naar de kern van de aarde. En de kern van de aarde kan je zien als een heldere kristal. Dus een hele heldere kristallen bol. Er zijn vier grondingskoorden die jou verbinden met de aarde. En die ervoor zorgen dat je eigenlijk dus nog steeds met je energie volledig op aarde bent en in je lichaam bent. Twee koorden starten aan de onderkant van je voeten, dus aan je voetchakras. Eén aan de onderste chakra, dus je basischakra, dat is de hoogte van je stuit. En één die vertrekt vanuit je pijnappelklier. En je pijnappelklier zit ergens, als je zo en zo het midden zou nemen, dan zit daar ergens je pijnappelklier. Want dat is eigenlijk ook de klier die ervoor zorgt dat je kan communiceren met die hogere realms, met andere dimensies, met andere energieën. Het belangrijkste... In de komende periode, dus de laatste weken van december, en ze zijn eigenlijk nog tot eind januari, is om te luisteren naar jouw lichaam. Ben je moe, neem extra rust. Want de meeste mensen onder ons zijn eigenlijk cyclisch. Wat dat betekent dat ze eigenlijk baat hebben bij een korte pauze ergens kort na de middag. Maar ook dat is individueel. Dus ik kan niet zeggen, ga tussen 12 en 1 eventjes gaan liggen of neem eventjes wat rust. Want bij mezelf ligt dat moment tussen 2 uur en 4 uur. En dat verschilt ook van dag tot dag. Dus het is belangrijk dat je, als je voelt dat je moe bent of dat je energie daalt, dat je dan even, al is het maar 10 tot 20 minuutjes, jezelf afzondert. Dat je stil bent, dat je mediteert of dat je op je bed gaat gaan liggen of gewoon op je stoel gaat gaan zitten met je ogen toe. Of als je op werk gaat, dat je even naar het toilet gaat bewezen als spreken en daar even... Tot rust komt, je ogen sluit en verbinding maakt met je hogere zelf. Met de vraag om jezelf weer volledig opnieuw op te laden. Je kan dat perfect zelf, maar je kunt ook gewoon hulp vragen aan je gidsen en aan je beschermengelen.
Of je kan een beroep doen op de lichtwezens van de eenheid. Als je niet goed weet welke engel je zou moeten aanroepen, dan krijg je eigenlijk altijd de energie die gespecialiseerd is voor jouw vraag. Want ook, zoals hij hier hulp vraagt aan de tandarts voor je tanden, en daarvoor niet naar een loodgieter gaat, is dat eigenlijk ook in het engelenrijk zo. Elke engel, enkele energie heeft zijn eigen eigenschap, en dus is eigenlijk beter voor een bepaald probleem. Wat ik ook nog niet te vertellen, want ik heb het een en ander opgeschreven, is dat, door de hogere energieën, dat alle balans, disbalans, sorry, dus alles die niet in balans is, alle onzuiverheden die nu in jou aanwezig zijn, die komen naar boven. Door die hogere energieën gaan eigenlijk alle negatieve dingen die in jou zitten, alle negatieve energieën, dus alle laagtrillende emoties, die komen allemaal naar boven. Waardoor dat kan zijn dat je plots heel emotioneel wordt. En dat je bijvoorbeeld begint te wenen zonder het echt te begrijpen wat er aan de hand is. Zonder dat er echt de aanleiding is. Weet op dat ogenblik dat je ziel weet wat je nodig hebt. En op dat moment moet je eigenlijk enkel maar die emoties die er zijn erkennen. Laat ze er gewoon zijn. Vergeef jezelf. Je moet je niet schuldig voelen daarvoor. Laat ze er gewoon zijn. En wees dankbaar dat je ziel getoond heeft aan jou dat er nog verdriet of die bepaalde emotie, kan ook boosheid zijn, kan ook nog een andere emotie zijn, maar dat die emotie nog in jou geblokkeerd zat. Dat hoeft zelfs niet altijd vanuit dit leven te zijn, dat kan ook zijn vanuit vorige levens die nu getriggerd wordt door het een of het andere, of door zelfs gewoon die hoge energieën, waardoor dat dan naar boven komt. Door het te erkennen, kan je het transformeren. En ook hier kan je gewoon hulp vragen van lichtwezens van de eenheid, met het loslaten en transformeren van je emoties. Dus ik vraag gewoon van beste lichtwezens van de eenheid. Ik vraag jullie hulp om de emoties die ik nu ervaar, om dit te transformeren naar optimaal. Dank u. Vergeet nooit om dankbaarheid te tonen. Dank u kan je eigenlijk vergelijken met een enterknop als je een mail zou sturen naar iemand of een bericht zou sturen naar iemand. Andere blokkades dienen extra uitleg. Omdat ze te maken hebben met de les die je mag leren, of dat nodig is dat je nog extra informatie daarover krijgt of ontvangt, zodanig dat je weer verder zou kunnen. Daarom, wanneer je het gevoel hebt dat je niet zelf door een blokkade heen komt, dus dat het niet lukt op je eentje, roep dan hulp in van een healer of iemand die channelt, die informatie channelt, of van een tarot kaartreader als je voelt dat je tot die persoon aangesproken wordt. Dus als je resoneert met de energie van die persoon, dan is dat omdat die persoon jou inderdaad verder kan helpen met hetgeen wat jij nu nodig hebt. Zelf heb ik bijvoorbeeld de haven om contact te leggen met horeaams, met aartsengelen, met engelen, met opgestegen meesters, met eigenlijk alle soorten energieën. Omdat dit ook deel uitmaakt van mijn missie hier op aarde. Dat maakt deel uit van mijn werk. En dat betekent dus dat je via verschillende diensten inzichten kan ontvangen in jouw proces. Dus de diensten die ik gemaakt heb, die er zijn, die zijn allemaal met als bedoeling om jouw zaken te leren, om jouw inzicht te geven, om jou te helpen transformeren en te healen. En wil je samenwerken met mij of wil je kijken wat er mogelijk is, dan kun je gewoon in het blokje onder de video of onder gelijk welke video gaan kijken wat dat er mogelijk is, op welke manier dan we kunnen samenwerken. Hou er rekening mee dat nu met de kerstperiode de sessies die offline gebeuren of waarbij dat we online face-to-face gaan spreken, dat die niet beschikbaar zijn, dus dat die maar pas na de kerstperiode weer opnieuw beschikbaar zijn. Healing op afstand, reading en zo, dat is wel allemaal beschikbaar, omdat ik dat gemakkelijker kan inplannen in onze feestplanning of onze kerstperiode. Zo, dat was het voor nu. Mocht je vragen hebben, zet ze gerust in de comments. Of mocht je je zorgen maken over iets dat je voelt of dat je ervaart en niet goed weet of dat inderdaad te maken heeft met je hogere energie of iets dat er echt iets fysiek aan de hand is, dan mag je mij gerust een bericht sturen of hier onder de video zetten. Of je kan ook naar een dokter gaan en als blijkt dat er dan daar niets is, dan weet je dat te maken heeft met jouw ascensieproces, met jouw bewustwordingsproces. Zo, als er iets is, dan hoor ik het graag en ik hoop dat deze video geholpen heeft om je weer verder op weg te helpen. Zo, tot later, dag!